Welkom allemaal bij deze reading voor woensdag 21 augustus 2024. We gaan kijken wat we mogen verwachten, welke boodschappen, welke inzichten er mogen komen voor deze dag. En ik ga beginnen met een kaart van de poorten naar het licht. En de kaart die er voor jullie uit is gekomen is de volgende. Orde van Melchizedek. Omarmd door licht, missie blootgelegd, geef niet op. En ik ga die boodschappen er voor jullie bij nemen. De orde van Melchizedek. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De boodschap met deze kaart. Je hebt heel veel geleerd en erkent nu alle grote lessen die je ervaringen en uitdagingen je hebben gebracht. De orde van Melchizedek komt vandaag naar je toe om je aan te moedigen dit pad te blijven bewandelen en niet op te geven. Zelfs op momenten van duisternis en angst heb je de mogelijkheid om je licht te delen. Als je je overweldigd voelt, moet je weten dat je niet alleen bent. Het licht is met je en in je. En door spirituele steun in te roepen, kan je de kracht, de moed en de focus opbrengen die je nodig hebt om je uitdagingen te overwinnen. Ja, en ik heb zeker het gevoel met de kaarten die ik onder op het dek zag liggen, dat sommige van jullie inderdaad met grote uitdagingen op dit moment te maken hebben. We hebben de gehangene vissenenergie onder op het dek. En onder op het volgende dek hebben we de zwaarde 9. Een kaart van overdenken, je zorgen maken. De gehangene is ook een kaart, kan een kaart zijn van stagnatie. De dingen op een andere manier gaan zien. Reflectie, tijd nemen. Om te reflecteren met die gehangene. Maar ik voel heel sterk, je zorgen maken in het hoofd zitten. En voor sommigen heeft het te maken met iets waar je spijt van hebt, met die zwaarde 9. En voor anderen van jullie is het simpelweg een situatie of een uitdaging waar je voor staat. Of een keuze die je moet maken, maar je weet niet welke keuze te maken. Omdat we hier de gehangene ook hebben, heb ik wel het gevoel dat dat inzicht binnenkort zal komen. Want je ziet ook een geel licht rondom het hoofd. En dit is iemand die de dingen ondersteboven bekijkt en dan een inzichten krijgt. Dus je gaat iets in een ander licht zien, universum. Het kan te maken hebben met liefde. Of met simpelweg met je eigen geluk, dingen die je gelukkig maken, universum. Wat is de boodschap voor woensdag 21 augustus? Woensdag 21 augustus. Boodschap voor woensdag 21 augustus 2024 voor het grote collectief. En neem alleen datgene mee wat voor jou herkenbaar is, wat resoneert in je situatie. En laat de rest los. Als je doorhebt, het is niet mijn reading, dit herken ik niet, dit is niet mijn boodschap, dan laat het voor iemand anders, laat het gewoon los. Universum, 3 kaarten voor woensdag 21 augustus. Rad van Fortuin, en die kwam er ook tijdens het voorschudden naar voren. Dat is een hele mooie kaart om mee te beginnen. Stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. Nog 2 kaarten, universum. Dus we beginnen met een grote arcane kaart. En die grote arcane kaarten staan ook voor grote veranderingen die er plaatsvinden. Wauw, nog een grote arcane kaart, het oordeel. En met het oordeel krijg ik meteen inderdaad dat gevoel van een aha-moment ervaren. Iets wat vooruitgang brengt met het Rad van Fortuin. Positieve veranderingen. En het kan te maken hebben met een koning van staven, ramleeuw, boogschutter. Of dit is je eigen energie. Je kunt het sterrenbeeld ramleeuw, boogschutter hebben. Dus we hebben sterk leeuw. Of een plaatsing hebben in de vuurenergie. Of simpelweg die energie omarmen. En met de koning van staven, dat is iemand die heel doelgericht is. Actiegericht, uitgaande energie. Motiveren, inspireren van anderen. We zagen met de orde van Melchizedek dat je ook een inspiratie kan zijn voor anderen. Een licht kan zijn voor anderen. Dus het kan ook betrekking hebben op iemand in je omgeving. In ieder geval met de zwaarde 6 zie je een conflict situatie. Of in ieder geval... met die zwaarde 9, dat overdenken, dat is iets wat je achter gaat laten. Je gaat naar kalmer vaarwater. Ik heb ook het gevoel dat het te maken heeft met
meer kalmte in je hoofd wat je zult ervaren. Voor sommigen van jullie heeft de keuze of de beslissing die je gaat maken te maken met een reizen, een andere locatie, verandering van omgeving. Kijk, en je weet niet, ja, nou ligt hier weer, dus die zwaarde 2 en de gehangene. Dus geen keuze kunnen maken. Misschien heb je jezelf afgesloten voor een bepaalde situatie of persoon. Want ik zie hier de koningin van zwaarden en de koning van kelken eronder liggen. Maar iemand gaat in deze situatie dus actie ondernemen. Universum, waarom ligt hier de zwaarde 6? Ridder van kelken, ja, en dat is de actie. Dus er kan een boodschap komen voor sommigen van jullie. De ridder van kelken. Schorpioen heeft vissenenergie. Voor sommigen van jullie gaat er een openhartig gesprek plaatsvinden, waardoor er meer rust gecreëerd wordt. Waarom ligt hier die zwaarde 6? Maar dit kan ook je eigen energie zijn. En een keuze maken waarin je je hart gaat volgen, waarin je datgene gaat doen wat jou gelukkig maakt. In plaats van je misschien op te offeren in een situatie, want de gehangene is iemand die offert zijn tijd op, offert zijn bewegingsvrijheid eigenlijk op. Door ondersteboven aan een tak te hangen. De boom der wijsheid. En daar komt ook dat inzicht vandaan. Maar het is iemand die het bewegen opoffert. Tijd opoffert om de dingen vanuit een andere ooghoek te bekijken. En het kan zo zijn dat jij je in een situatie op de een of andere manier hebt opgeofferd. En dat je nu iets gaat doen. Ja, je gaat iets doen wat jou gelukkig maakt. En je hart daarin volgen. Achterlaten van iets wat te maken heeft met je verleden, met de kelken 6. Dit kan ook iemand zijn uit je verleden die terugkomt en waarmee er een gesprek gaat plaatsvinden. Zeker met het Rad van Fortuin en het Oordeel, beide kaarten die kunnen staan voor een wederopstanding, als het ware. De Phoenix Rising met het Oordeel, maar dit is ook echt een kaart van review of the past. Dus opnieuw naar het verleden kijken. Het Rad van Fortuin is een rad wat ronddraait. En wat nu in positieve richting gaat draaien. Dus iemand wil een bepaalde connectie of situatie verbeteren. En het kan ook te maken hebben met iemand die spijt heeft. Iemand zit met zijn handen in het haar met de zwaarde 9. En hoopt nog een kans te krijgen met het oordeel. En gaat daarin actie ondernemen. Wil naar kalmer vaarwater gaan met deze connectie. Kelken 6, een soulmate-energie kan het zijn. En je vraagt je af, is deze persoon nu serieus? Heeft deze persoon een bepaalde mate van stabiliteit voor zichzelf weten op te bouwen? Is het iemand die betrouwbaar is? Het kan iemand zijn die in het verleden opties had. Of iemand die heeft gezorgd voor verwarring. Of emotionele verwarring. Het is wel iemand waar je sterk een band mee hebt, een sterke band mee hebt. De koningin van kelken. Ja, heel liefdevol, koesterend, zorgzaam. Dus het is wel iemand die bepaalde gevoelens, emoties bij je losmaakt of een situatie. Het kan ook een werksituatie zijn. Waarover je met je handen in het haar zit. Waarover je een keuze wil maken. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Want die kelken 6 is echt situaties of personen uit het verleden die terugkomen. En we zitten nog steeds in Mercurius retrograde. Dus dat is ook echt een periode waarin er personen en situaties uit het verleden opnieuw bekeken worden ook. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? En die koning van staven is iemand die echt een helikopterview heeft als het ware. Iemand die het hele plaatje ziet. Dus voor sommigen van jullie, ga je die helderheid krijgen met de gehangene waar die dan nu nog niet is. En weet je heel goed in welke richting je actie wil ondernemen. De koningin van kelken, wederom. Schorpioen kreeft vissen. Waar ligt hier het Rad van Fortuin? Dus volg je intuïtie, volg je hart, doe datgene wat je blij maakt. En ook weer die koningin van kelken is iemand die zichzelf soms op de tweede plek zet. Dus iemand die zichzelf opoffert
om ja, voor anderen te zorgen. Zwaarden 5. En weer die koning van pentakels onder het dek. Iemand wil winnen, koste wat het kost, met die zwaarde 5. Maar er heeft een soort van conflict of ja, verlies plaatsgevonden. Waarom ligt hier de zwaarde 5? Zwaarde 5 wordt verklaard door de schildknaap van zwaarden. Nog één kaart in de versen voor de zwaarde 5. En de staven 9. En voor sommigen van jullie krijg ik heel sterk het gevoel van dat het ook echt te maken heeft met een situatie waarin je echt over in je hoofd zit, je zorgen maakt, je misschien wel wil opgeven. Maar ja, de boodschap met de orde van Melchizedek was ook geef niet op. Zwaarde 5 is een kaart van willen winnen, kosten wat het kost en niks gaat me tegenhouden. De staven 9 is ook iemand, de gewonde strijder, maar hij geeft niet op. Hij blijft vasthouden, hoe moeilijk, hoe groot de uitdaging ook is. Ja, je geeft niet op. En met die schildknaap van zwaarden, het kan te maken hebben met iets nieuws wat je bent gestart met die schildknaap. Maar het kan ook zo zijn dat er ja, communicatie is geweest waardoor je het gevoel had van ja, ik geef het op in deze situatie. En voor anderen van jullie is het een energie van informatie krijgen, nieuwsgierigheid, meer informatie nodig hebben. Voordat je inderdaad het gehele plaatje ziet met die koning van staven. Dus we gaan het zien. Waarom ligt hier het oordeel? Maar volg je hart, volg je intuïtie met die koningin van kelken. Dus is iemand die haar emoties koestert. Waarom ligt hier het oordeel? En in je hart weet je ja, wat je te doen staat eigenlijk met het oordeel. Waarom ligt hier dat oordeel? Ik heb het gevoel dat sommigen van jullie ja, een soort van bewustwording gaan ervaren. Van ja, dit is het waard om actie op te ondernemen. En ik geef het inderdaad niet op. Welke uitdagingen er ook op mijn pad zijn gekomen of nog gaan komen. Ga door. En probeer, want met die zwaarde 9 kan het ook zo zijn dat je een situatie misschien erger maakt dan dat het in werkelijkheid is. Kijk de zonkaart. Ja, en je ziet de zon schijnen licht, inzicht te krijgen, bewustwording, een spirituele ontwaking. Kan het mee te maken hebben voor sommigen van jullie. Maar het is ook een kaart van een bevrijding. Je vrij voelen, optimistisch zijn, positief denken. Waarom ligt hier het oordeel? De pentakel 7. Wat heb ik geïnvesteerd? Welke zaadjes heb ik geplant? Wanneer kan ik mijn resultaat verwachten? En de boodschap met die pentakel 7 is, het resultaat zul je binnenkort zien. Zeker met die zonkaart. Koningin van staven. Ramleeuw boogschutter energie. En we hebben de pentakels 9. De focus op jezelf. Zelfverzekerdheid met die koningin van staven. Onafhankelijkheid. Echt ook een go-getter. Dit is echt die energie van passie, gedrevenheid. Je voor de volle 100% ergens inzetten. Ondanks alles, ondanks alle obstakels. Je doet datgene wat voor jou goed voelt. Met die koningin van staven. Dit is iemand die zich niks aantrekt van anderen. Ook met de zonkaart. Het kind zit naakt op het paard. Maar dat deert hem niet. Hij is gelukkig. Hij voelt zich vrij. En het is ook een kaart van expressie. Creativiteit. Ideeën waar je aan hebt gewerkt. Of ideeën die je op dit moment hebt. En waar het misschien langzamer is gegaan dan dat je verwacht had. Waardoor je je zorgen maakt over de situatie. Wat te maken kan hebben, invloed kan hebben op je stabiliteit, op je zekerheid met die koningin, die koning van pentakels die we twee keer zagen.
Maar ik heb ook het gevoel dat voor sommigen van jullie iemand met je wil praten. Over het verleden. En daar kan een derde partij bij betrokken zijn. Want we hebben twee koninginnen en één koning nu op de tafel liggen. Waarom ligt hier die koning van staven? Iemand wil niet loslaten. Houd je misschien nog in de gaten via social media met de schildknaap van zwaarden. Het kan iemand zijn die je enigszins als manipulatief ervaart of ervaren hebt. Iemand die je niet helemaal vertrouwt. Ja, daar is hij weer, de koning van pentakels. Iemand die gefocust is op zijn geld, wellicht. Misschien wat materialistisch is. Waarom ligt hier de koning van staven? En dit kan iemand zijn die actie onderneemt. Maar ik heb ook het gevoel dat voor sommigen van jullie, als het niet met een connectie of een relatie te maken heeft, dat het jij het bent die actie onderneemt, die niet opgeeft in een situatie. En datgene waar je op gehoopt hebt, waar je op gewacht hebt, dat gaat komen met de pentakels 9. Dit is echt de focus op jezelf, onafhankelijkheid. Dus ook dat gevoel van zekerheid, van onafhankelijkheid, zie ik voor jullie komen. En dit is echt die onzekerheid, het in het hoofd zitten. Jezelf helemaal gek maken met die zwaarde 9. Waarom ligt hier de koning van staven? Er komt een soort van gevoel van de controle weer terugkrijgen voor sommigen van jullie. Waarom ligt hier de koning van staven? Waardoor je meer rust zult ervaren in je hoofd. Waarom ligt hier de koning van staven? De koningin van pentakels. Dus we hebben ter verklaring van de koning van staven, de koning en de koningin van pentakels. Dus als het met een bepaalde persoon of connectie te maken heeft, ja, het kan een liefdes- en romantische relatie zijn. Iemand die je ziet als zijn match. Want dit zijn beide hele ja, stabiele persoonlijkheden, dragen verantwoordelijkheid, loyaal, betrouwbaar, heel down to earth. Echt bezig met ja, het dagelijkse leven, het materiële, de 3D als het ware. De zekerheden, de fysieke zekerheden in het leven. Kan te maken hebben met een stijl voor sommigen van jullie. Want we hebben nu twee koningen, drie koninginnen. De enige koningin die mist en die zagen we net voorbij komen onder op het dek is de koningin van zwaarden. En dat is iemand die echt single is. Dus ik heb het gevoel dat het voor sommigen van jullie ook iemand is die zich ja, tegen zijn kop kan slaan als het ware. En het komt met communicatie met die schildknaap van Kelken. Ook heb ik het gevoel dat voor sommigen van jullie iemand in het verleden zijn kelk heeft aangeboden aan iemand anders. En is vertrokken. En daar nu spijt van heeft. En dit kan iemand zijn die gaat communiceren. En die vraagt om een tweede kans. Of in ieder geval het gesprek wil aangaan over het verleden, over dingen die er gebeurd zijn. In alle openheid en eerlijkheid.
Voor anderen van jullie is het zo dat je niet opgeeft als het gaat om een werksituatie. Je gaat nu de actie ondernemen die nodig is. En een wijs besluit nemen. En in je hart weet je eigenlijk al wat het beste besluit is. En het kan daarmee te maken hebben dat je dus inderdaad blijft volhouden. Ondanks dat er al heel veel uitdagingen op je pad zijn gekomen. Maar er gaat dus positieve verandering komen. En de boodschap was ook: ga door. Dus voor degenen die inderdaad nu in twijfel zitten. Je bent aan het reflecteren. Wat moet ik doen? Hoe kan ik de situatie verbeteren? Ik zie dat je daar hele goede beslissingen in gaat nemen. Iets wat ook leidt tot meer financiën. Ik zie dat je zekerder gaat worden van je zaak. Zekerder gaat zijn voor dit is waar ik voor sta en ik laat me door niets of niemand meer tegenhouden. Mijn gevoel en ook je eigen emotionele toestand heb ik het gevoel. Dus de stress die je misschien momenteel ervaart. Dit is iets wat je achter gaat laten, maar wat je wel echt zelf doet. En wat zal leiden tot succes, stabiliteit. En zekerheid. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met een relatie achterlaten, af kunnen sluiten. Iets af kunnen sluiten met iemand. Waardoor er ruimte gemaakt wordt voor je match. Iemand die ook eenzelfde doel heeft. Of hetzelfde denkt over hoe een relatie zou moeten zijn. Iemand die ook gefocust is, heel ambitieus op werkgebied. Iemand die gefocust is op stabiliteit, samen iets opbouwen. Ja, dat is wat ik zie. Dus als het resoneert voor je, laat het me zeker weten. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot morgen weer. Dag!